Steken afkanten met behulp van een haaknaald kan op allerlei verschillende manieren en ik ga er in totaal 4 laten zien. Kies altijd een haaknaald die past bij het garen dat je hebt gebruikt. De eerste manier noem ik de lus door lus manier. Je start aan de kant waar de einddraad niet zit. Dus als de einddraad aan de linkerkant zit, start je in dit geval aan de rechterkant. Haal de eerste 2 lussen van de pin af. Het is het makkelijkst om dat vanuit de binnenkant van de ring te doen. En dan haal je de tweede lus door de eerste lus. En het is handig om dat gewoon met je vingers even te helpen. Dan de volgende lus eraf halen. En dan weer de lus doorhalen. Heel simpel. Steeds 1 lus door 1 lus. Van afkanten geeft een strakke bovenkant. Er zit helemaal geen rek in. Het is echt heel strak en je ziet ook dat de steken naar elkaar toe lopen aan de bovenkant. Dus als je wil dat je breiwerk aan de bovenkant wat smaller is, is dit een hele goede manier om af te kanten. De volgende manier van afkanten met een haaknaald die ik wil laten zien is dezelfde lus door lus methode, maar dan met een losse ertussen. Nu start je aan de kant waar de werkdraad zit. Eerste lus op de naald. Tweede lus op de naald. En de lus doorhalen. En dan de werkdraad omslaan. En doorhalen, dus een losse haken. Dan de volgende lus. Doorhalen, opnieuw omslaan, doorhalen. Volgende lus, doorhalen, opnieuw omslaan, doorhalen. Deze manier van afkanten geeft een mooie dikke rand en het is iets losser dan de gewone lus door lus methode. En zo zie je dus ook dat de vorm van je lapje gewoon netjes blijft. Er zit ook iets meer beweging in, dus iets rekbaarder. De volgende manier van afkanten met een haaknaald die ik wil laten zien is het afkanten met vaste. Dus je haakt vaste. De eerste 2 lussen van de pinnen afhalen en op de haaknaald zetten, dan omslaan en door allebei de lussen halen. Volgende lus van de pin, opnieuw omslaan en door 2 lussen halen. Volgende lus. Omslaan door allebei de lussen.
De manier van afkanten geeft een heel mooi afgewerkte rand. Het zijn keurige veetjes. Het ziet er echt exact uit als een vaste. En ik vind het vooral in combinatie met die officiële rechte steek. Hè, dus een mooi tricot lapje vind ik deze manier van afkanten eigenlijk gewoon het mooist. Er zit best wel wat rek in. Niet heel veel, maar genoeg. Het is niet alsof het aan de bovenkant wijd uitloopt of juist te weinig is. Het is echt precies goed. De laatste manier van afkanten met een haaknaald die ik ga laten zien, noem ik dubbel gehaakt afkanten. Start aan de kant waar de werkdraad zit. Je haalt de eerste lus van de pin. Dan omslaan en door die ene lus heen halen. Dus één losse. Dan de volgende steek eraf halen. Omslaan en ook weer door één lus halen. En daarna omslaan en door twee lussen halen. Volgende lus eraf halen. Omslaan door één lus. Omslaan door twee lussen. Volgende lus eraf. Omslaan door 1, omslaan door 2. Omslaan door 1, omslaan door 2. Van afkanten geeft een wat dikkere rand aan de bovenkant met daaronder wat meer gaatjes tussen de steken in die weer handig kunnen zijn voor een koordje er doorheen te doen of iets. En dan heb je wat meer een opstaande rand er bovenop. En deze manier van afkanten is heel erg los en rekbaar. Er zit heel veel beweging in. En het is dus ook heel wijd. Als je wat meer ruimte nodig hebt, misschien bij een hals van een trui of voor een kol, kan dit een hele mooie manier van afkanten zijn om het wat meer ruimte en wat meer rek te geven.